Collega's, volgende strategische doelstelling, de zelfontplooiing. Hier ook komen vragen vanuit de Groenfractie. Kathleen. Ja, wat betreft het flankerend onderwijs, wat mij zeer nauw aan het hart ligt, zien wij heel veel nullen. Eigenlijk allemaal nullen onder dat onderdeeltje. En als je mij nu gaat antwoorden, maar dat zit in de reguliere werking. Ja, ik zal misschien even wachten totdat de schepen binnen is. Dus... Nee, de vergadering is gestart. Doet u maar, Kathleen. Ja. Ja, maar hij gaat niet kunnen antwoorden, want hij heeft de vraag niet goed. Ik vermoed van wel. Ja, kan hij twee dingen tegelijk? Allee, zijn femina-trekje. Dus we zien bij flankerend onderwijs allemaal nullen, dat was mijn punt. Maar als je mij nu gaat zeggen, maar dat zit onder de reguliere werking, dan zou ik u vragen, wat is er dan nieuw en wat is er bestaand? Dank u wel. Dat was de vraag wat dit deel betreft. Ja. Schepen, ketels. Goed, over de reguliere werking, Kathleen. Inderdaad, in de nota staat er overal nul. Dus de reguliere werking is het bestaande, wat het ook wordt verder gezet. En in het nieuwe is enkel het project van de school, die wordt voorzien in het meerjarenplan. Maar anders is de reguliere werking die gewoon blijft verder bestaan in het onderwijs. Dus dezelfde budget blijft gewoon... Project van de school? Project van de school, de bouw van de school. Ah ja. Okay. Dus flankerend onderwijs is... Het flankerend onderwijs is brede school en het TKO, TKO-concept die wij ook wat doen. Dus dezelfde. En dat zit er eigenlijk in. Ja. Ruimte voor recreatie. Ik wou daar nog... ik heb in het verleden gezegd, er zijn nog altijd scholen die voor een opvang huren aan de gemeente. Dat zou een schoonpuntje zijn in het kader van het flankerend onderwijs, dat ze geen huur meer moeten betalen. Ik hoorde nu recent dat er ook nog scholen zijn die een eigen opvang moeten organiseren, of wijkscholen. Het zou ook schoon zijn in het kader van flankerend onderwijs dat die dat niet meer moeten doen. Het zijn maar twee tips. We proberen positief constructief te zijn. Voor een oplossing, ik weet over welke locatie dat spreekt. Ruimte voor recreatie, Kathleen? Of... Ja, Eddie is... Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vraagjes, een beetje aansluitend op de teneur eigenlijk van de hele zaak. Ook RUP Oostveld, ook weer geen geld voorzien. Klopt dat? En zo ja, waarom niet? Geen geld voor kasteeldomein, ook geen geld voorzien in de prioritair weliswaar. Klopt dit? En zo ja, waarom niet? Schepen Rogiers. Ja, voor RUP Oostveld, dat is eigenlijk al gebudgeteerd dit jaar. En ook voor het kasteel van Wuppelhem is ook al gebudgeteerd dit jaar, van 2019. Die RUP zijn allebei al lopende. We hebben daar voor allebei ook al de startnota voorgelegd, waarbij dat we het publiek geraadpleegd hebben. Dat zijn eigenlijk dossiers uit de vorige legislatuur dat nu verder gezet worden. Oké. Eddie, Kathleen? Ja. Ja, een heel concreet puntje. Het woord kindergemeenteraad komt in de inleiding, maar zien we niet onder een actie en ook geen budget voorzien. Maar het staat wel in de inleiding van de beleidsdoelstelling. Dank u wel. Schepen Ketels. Ik denk dat het wel voorzien is in de nota, maar geen lijntje, Kathleen. En het is effectief, het kost ook geen geld, omdat we daar een werking gaan doen, zowel met de jeugd als met onze diensten. Zouden we iets op poten zetten dat effectief, op basis van de toelichting die ik gegeven heb over de enquête van Jong Geweld, die we in april samen met de raadsleden hebben gedaan, daaromtrent zouden we ook verschillende agendas samenstellen. En uiteraard, het kost geen geld voor een kindergemeenteraad uit te bouwen en te organiseren. Goed. Volgende vraag. Geen vragen? Ja, dat horen we graag. Dan denk ik dat we door zijn en dat we dit deel kunnen ter stemming voorleggen. Klopt? Ja. Dus het
strategische doelstelling, de zelfontplooiing van onze inwoners ondersteunen en stimuleren. Wie gaat akkoord met wat in de tekst staat? Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? En wie onthoudt zich? Dank u wel. Volgende strategische doelstelling, de Evergemse identiteit. Groen heeft daar ook vragen rond? Ja. Kathleen. Ja, hier stellen we vast dat er €2.200 voorzien is. Wat gaan we daarmee doen? En dan hebben we eigenlijk een meer cruciale vraag. En ik zou daar graag wel antwoord op hebben, want ik weet het zelf niet. Wat is de Evergemse identiteit? Wat is dat? Wat verstaan wij daaronder? Bestaat deze wel? En betekent dit dat enkel mensen die geboren en getogen zijn in Evergem welkom zijn? Of hoe zien we dat? Van waar zoiets als de Evergemse identiteit? Ja. Dat is een term die ik persoonlijk niet kan invullen. Schipperogeers? Ja, in verband met de identiteit gaat het vooral over de identiteit van de dorpen. Niet van de identiteit van de mens, maar eigenlijk de structuur van hoe de dorpen er vandaag uitzien. Ook de landbouwstructuur dat er rond zit. Enerzijds realiseren we dat door de woonuitbreidingsgebieden te schrappen, ook door het groen te vrijwaren in de verschillende dorpskernen, ons gabarietenplan op te maken. En een laatste puntje, dat is ons erfgoed. We hebben heel wat onroerend erfgoed in onze gemeente. En dat is volledig opgeleist in een lijst, dat is de inventaris voor bouwkundig erfgoed. Daar willen we samen met de intercommunale voor onroerend erfgoeddienst, de IOUT, willen we een waarderingskader opmaken om te kijken welk erfgoed is waardevol. Van welk erfgoed moet de gevel bijvoorbeeld blijven staan? Of van welk erfgoed mag het effectief gesloopt worden? Dat wordt een richtlijn, wordt geen ruimtelijk uitvoeringsplan. Dan gaan we dus eigenlijk samen met de IOUT volledig inventariseren en proberen we zo die eigenheid van onze dorpen te behouden. Dank u wel. Kathleen? Mooi antwoord, Schepen, maar dan hebt u uw tekst niet goed gelezen, want we zijn één gemeente die zich kenmerkt door eigenheid en eenheid. En er staat dan inderdaad, elke dorp heeft zijn eigen identiteit, maar we vormen ook één gemeente. En die eigenheid, en als er die staat, dan slaat dat op het laatste woordje in het vorige zin, één gemeente, die eigenheid willen we versterken. Dus ik vraag aan u, wat is die eigenheid van die ene gemeente? Burgemeester? Kathleen, ik denk dat u collega Sven geen woorden in de mond moet leggen die hij niet heeft gezegd. Het gaat er wel degelijk om dat we inderdaad die eigenheid van elk van die 9 dorpskernen binnen dit grotere geheel Evergem willen laten bestaan. En dat daar inderdaad dat waarderingskader onroerend erfgoed, hoe ver dat we daarin gaan, dat zal nog voorwerp van discussie uitmaken, maar dat we daar toch ook wel een waarderingskader onroerend erfgoed willen invoeren. Nee, wel, dat binnen die ene gemeente elk van de 9 dorpskernen hun identiteit kan behouden. Dat niet één eenheidsworst wordt, die fusiegemeente Evergem. Dat is wat er staat. Niets minder, maar ook niets meer. Met alle respect, burgemeester, maar dan moet u tekst veranderen. De dorpskernen hebben hun eigen identiteit, dat is wat u zegt. Ja. Maar is een tegenstelling. Vormen ook één gemeente. En die eigenheid willen wij versterken. De eigenheid van die ene gemeente. Van die 9 dorpskernen. En wat, dan moet uw tekst veranderen. Want nu staat het... Maar we vormen één gemeente en die eigenheid willen we versterken. Klopt uw tekst. Ik heb u uitgelegd hoe dat die tekst moet gelezen worden. Dat is volledig correct weergegeven door collega Sven. Dat binnen die ene fusiegemeente Evergem, dat er ruimte zal en moet zijn voor elk van die 9 dorpskernen om hun eigenheid te bewaren. Dat is wat er staat en niets anders, niet meer en niet minder. Goed, collega's. Dan leg ik deze strategische doelstelling ook ter stemming voor. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Dank u wel. Volgende doelstelling, participatie. Dan leg ik dit wel ter stemming voor, vermoed ik. Ja, hé? Vicky, u had een... Wou een tussenkomst? Nee, hè? Nee, hè? Nee. Ah, toch? Ja. Ik zat te wachten. Het is gewoon maar één ding. Bij participatie had ik nu toch gehoopt dat daar ging instaan dat we de gemeenteraad live gingen streamen. En ik zie dat daar nergens niet in staan.
Het was mij nogthans beloofd dat het misschien er eventueel in ging komen. De livestreaming, burgemeester. Ja, dat is... Collega's, ik weet dat dat een punt is dat collega Vicky nou ter hart legt, dat we dat al twee keer hier hebben besproken, te gronden. Het is inderdaad zo dat wij voorlopig wat dat betreft als bestuur een afwachtende houding aannemen, dat het momenteel niet is voorzien. Wij zeggen niet nee voor de rest van de bestuursperiode, maar het is momenteel geen concreet engagement, ook geen concrete actie om dat in Evergem in te voeren. Ja, Vicky, zeker. Maar ik sta bij u in het krijt, hè. Ik vind gewoon, als wij overal ANPR-camera's gaan zetten voor onze burgers te filmen, dan zij toch van ons ook mogen verwachten dat wij ons laten filmen terwijl dat we die beslissingen nemen. Ja. Collega Vicky, met alle respect. Het duurt erop. Ook voor uw standpunt over ANPR-camera's. We kunnen daar van mening verschillen. Ik heb ook over die camera's de voorbije weken altijd gezegd dat het ook iets is wat ik een beetje jammer vind, dat we daar publieke middelen moeten aan besteden. Maar ik denk dat we daar niet kunnen achterblijven, dat dit inderdaad noodzakelijk is in de huidige tijd. Dat we daar ook als politiezone kunnen genieten van de wet van de remmende voorsprong. Omdat er in elk van de naburige zones dergelijke ANPR-camera's beschikbaar zijn. Maar ik vind het wel een beetje op flessen getrokken, wat je zegt om het al dan niet live uitzenden van de gemeenteraad te vergelijken met de ANPR-camera's of met andere camera's in publieke ruimte. God, dat is een woordgrapje, maar dat is toch niet echt ernstig om dat eigenlijk als punt aan te brengen. De heer Moens. Ik heb onlangs een keer de cijfers opgevraagd van Gent, hoeveel dat er gekeken wordt naar de livestream. Dat is tussen de 12 en de 30 personen nu. Dus dan vraag ik me af of dat sop de kool echt wel waard is. Hè? Ja. Goed, in ieder geval, wie deze vergadering zou willen volgen tot het einde, moet toch wel blijk geven van doorzettingsvermogen. Of van de ja. Ja. Collega's, ik leg dit de stemming voor. Strategische doelstelling. Jan, jij ook nog? Ja. Ja, een heel kleine tussenkomst. Het burgerbudget, we zijn eigenlijk blij dat er bij is. Maar ja, we moeten er goed op toezien dat dat een deftig, goed reglement wordt, zodat het besteden geld goed gebruikt wordt. Hè. Dat is een suggestie. Ja. Jonas, je antwoord daarop? Ja. Ja, dat is voorzien voor 2021, zoals u kan lezen. En uiteraard komt dat reglement hier naar de gemeenteraad. De timing is om dat rond juni naar de gemeenteraad te brengen. Goed, collega's. Stemming voor het deel participatie in onze gemeente. Wie is akkoord met het voorstel? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Goed. Innovatie en creativiteit... Eddy. Dank u, voorzitter. Wij merken in de prioriteitenlijst dat voor digitaliseren dat er daar geld wordt voorzien. En dat zal ook wel nodig zijn. Wij zouden er enkel willen attent op maken dat men niet enkel op digitalisering mag inzetten, maar dat je natuurlijk ook de mensen die digitaal niet mee kunnen, dat die natuurlijk even goed moeten bediend worden, dat die even goed belastingen betalen natuurlijk, en dat die ook op een goede manier kunnen worden bediend. Dus daar toch op zijn minst aandacht voor hebben. Want we hebben inderdaad al gemerkt, en collega Pol heeft daar ook al allusie op gemaakt, dat er voor sommige dienstverleningen dat mensen van Pier naar Pol worden gestuurd en dat dat eigenlijk geen goede zaak is. Niks is zo frustrerend van te bellen naar een dienst en dan doorverwezen worden naar een volgende dienst en die dienst u dan ook weer voor naar een volgende dienst doorverwijst. Je mocht dan zeggen van we zijn fantastisch goed bezig op digitalisering. Als je op die manier de mensen natuurlijk bedient of niet bedient, dat geeft geen goede indruk en de mensen worden dan gefrustreerd natuurlijk. Dan een tweede vraag eigenlijk, een beetje aansluitend. Is er al een evaluatie gemaakt van de nulde lijn? Dus de nulde lijn waarbij dus de medewerkers moeten al wat triëren, dus de vragen die binnenkomen en dan naar de juiste dienst doorsturen en eventueel afspraken maken om dan verder te gaan. Is daar van dat systeem al een evaluatie gemaakt? Hoe loopt het of hoe loopt het niet? Dank u wel, Eddy. Er zijn alle vragen over deze doelstelling. Ja, burgemeester. Eddy, uw opmerking in verband met het eerste is inderdaad een zorg die we ook vanuit het college echt wel delen en ook vanuit de diensten. U mag daarvan op aan. Dus dat er heel wat dienstverlening digitaal kan worden aangeboden die eenvoudig is, 24 uur op 24, dat is prima. Maar daarnaast dat er ook in elk van die teksten door van dienstverlening dat er ook maatwerk moet zijn. En dat er ook aandacht moet zijn voor het persoonlijk contact wanneer het om meer complexe vormen van
dienstverlening gaat. Vandaar ook dat werken op afspraak. En ten tweede ook dat er werk moet gemaakt worden van de digitale geletterdheid. Ook van onze diensten en mandatarissen, maar ook van onze inwoners. En dat is inderdaad een zorg dat het een naast het ander moet bestaan. Dat kan ongelooflijk veel tijd winnen, de wachtrijen wegwerken. Maar we moeten ons bewust zijn dat er ook nog een ganse groep inwoners is in onze gemeente die digitale vaardigheden niet heeft. En dat die ook bij ons op een even goede manier, anders, maar op een even goede manier moeten kunnen behandeld worden. Daar zijn we het 100% over eens. En dat zal iets zijn waar we inderdaad zorg moeten voor hebben de komende jaren. Wat het tweede deel betreft, dat is in vroege RIC sedert oktober. Dat klantencontactcentrum Everhem Info. Ik denk dat dat zoals elk nieuw systeem nog wel wat kinderziekten heeft. Dat ook de mensen uit de poelen die in die nulde lijn zitten, dat zij ook bepaalde vaardigheden moeten verwerven. Want zij moeten inderdaad heel wat info op korte termijn zich eigen maken. En ik weet dat het de bedoeling is om dat tussentijds te evalueren. En als dat mogelijk is, zou ik toch wel voorstellen om een van de commissies begin 2020, om daar een eerste evaluatie ook naar de Raad terug te koppelen. Het is belangrijk op het moment dat we het werken op afspraak starten, dat dit dan op die manier ook kan gegeven worden wat de stand van zaken van Everhem Info klantcontactcentrum is. Dank u wel. Vicky? Ja, ook hier als ik graag digitale infoborden ertussen zien staan om onze burgers open op een milieuvriendelijke en snelle manier te informeren over evenementen en over nieuwigheden. En ik vroeg me af hoe dat die digitalisering zich verhoudt tot het feit dat wij 22 burggraven op papier gaan uitbrengen en dan nog 4 magazines. Burgemeester. Collega's, het is inderdaad zo dat daar na afweging van de voor- en tegens dat er gekozen is om 3 digitale infoborden ook te investeren in ons meerjarenplan. Dat zal gebeuren, dat komt nog naar hier. Wat de burggraven betreft, er mag daar geen misvatting over zijn, collega's. Het is de bedoeling vanaf 2020 dat er 4 keer per jaar een magazine, zoals dat we vandaag de burggraven kennen ongeveer, bus aan bus zal bedeeld worden in Everhem. En dat er in tussentijd 14-daags een soort infokrant zal bedeeld worden. Maar natuurlijk heel wat minder in tekst en heel wat minder in omvang dan de huidige burggraven. Maar wat stellen we vast? Dat we momenteel met deadlines werken. En dat die deadlines dat die, een beetje te strak zijn in die zin dat de huidige manier van werken met de burggraven dat ons dat onvoldoende mogelijkheden biedt om kort op de bal te spelen. Vandaar dat we naar die 14-daagse krantjes zullen gaan. Maar laat het duidelijk zijn dat dat geen verdubbeling is van het aantal bladzijden burggraven die komt. Dat zal ongeveer hetzelfde aantal bladzijden zijn. En de burggraven, de magazine eigenlijk, met wat meer thema's die worden uitgewerkt, dat zal nog slechts 3 of 4 keer per jaar verschijnen. Dus het is zeker geen verdubbeling. Het is ook zeker geen verdubbeling in budget. Want er is eigenlijk geen budgetverhoging wat dat betreft voorzien. Dank u wel, collega's. Dan leg ik deze strategische doelstelling, nummer 6, ter stemming voor. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Collega's, dan gaan we naar de laatste van de 7, interne organisatie. Paul. Dank u wel, voorzitter. We stellen vast dat het personeelskader niet uitgebreid wordt. En vanuit Groen zijn we toch wel een beetje bezorgd of dat het eigenlijk de dienstverlening met het bestaande personeelskader wel kwalitatief kan zijn. We vragen ons af of het eigenlijk wel gezond is voor ons personeel. Ik heb het project X ook wel van nabij gevolgd en het nieuwe organigram dat zit eraan te komen. Dus dat zal heel wat veranderingen met zich meebrengen. Dus ik denk dat dat toch wel tijd zal nemen. En dat mag in de dienstverlening eigenlijk niet zichtbaar zijn. Dus dat de mensen, de burgers die klant zijn, mogen dat niet voelen. Maar dat zal niet evident zijn. Tegelijkertijd wordt er ook wel meer en meer gesproken over outsourcing. Bepaalde diensten worden bij manier van spreken afgebouwd. En er wordt met externen gewerkt. Wij zijn daar ook bezorgd over. We denken niet dat dat een goede evolutie is.
En een laatste bedenking die ik hier toch wil maken, is dat, dat wij betreuren dat er eigenlijk, ik ga het geen systeem noemen, maar er is eigenlijk toch wel een gewoonte om mensen die in dienst zijn en die langdurig niet werken, die afwezig zijn als gevolg van ziekte, ouderschapsverlof of zwangerschap, of die onverwacht uitvallen, jammerlijk overlijden, dat die eigenlijk veel te traag of soms niet vervangen worden. Dus ik denk dat dat toch een aandachtspunt is, want de diensten moeten ondertussen wel het werk verder doen en men talmt om vacatures open te stellen. Dus ik begrijp dat niet. Dat is eigenlijk de mensen richting burn-out sturen. Ik denk dat dat niet slim is. Dank u wel. Burgemeester? Ja, collega Paul, dat zijn een paar vragen. Ik probeer samen te vatten. Eerst en vooral moet het duidelijk zijn dat elk personeelslid, en dat is ook echt een engagement van de vakbonden, elk personeelslid dat in dienst is, werkzekerheid heeft. Ik laat dat duidelijk zijn. Het is wel zo dat voor een aantal diensten, en dat gaat dat vooral in de richting van schoonmaakpersoneel, groenpersoneel, dat we daar voor bijkomende opdrachten, en er komt heel veel groen bij in onze gemeente, dat kunnen we alleen maar toejuichen samen met ons, dat we dat niet gaan aanvullen met bijkomend personeel, zeker niet. Dus we hebben denk ik een heel goede afspraak binnen het project Gentse Kanaalzone om daar een overheidsopdracht te laten gebeuren door de provincie en daar het onderhoud van de bijkomende groengebieden, koppelingsgebieden, uit te besteden. We willen het ook doen met bijkomend groen binnen onze gemeente, die eigenlijk louter gemeentelijke bevoegdheid is, om dit uit te besteden. En we zullen wat betreft het uitdiensttreden van werknemers, arbeiders in de groendienst, zullen wij situatie per situatie oordelen of dat het nuttig is om die persoon te vervangen, dan wel of dat we die bijkomende middelen, dus dat is eigenlijk geen echte besparing, zullen besteden aan uitbesteding. Hetzelfde voor wat betreft schoonmaken. Maar er is werkzekerheid, laat dat niet de minste onduidelijkheid over bestaan van de mensen die in dienst zijn. Niemand hoeft voor zijn job te vrezen. Iets anders is natuurlijk, Paul, uitbreiding. Een van de troeven van onze gemeente is dat wij relatief lage personeelskost hebben. Dat is zo. In vergelijking met andere gemeenten van onze omvang hebben wij relatief weinig personeelsleden. En ik ben er voorstander van om daar heel voorzichtig mee te blijven omgaan in de toekomst. Ook al maakt onze organisatiestructuur, onze personeelsformatie, her en der wat uitbreidingen mogelijk. Ik heb er ook altijd voor gepleit. Ik heb ook duidelijk gezegd op het moment dat we dat hier hebben goedgekeurd, dat dat niet betekent dat we die onmiddellijk gaan invullen. Omdat het is zoveel gemakkelijker om nee te zeggen tegen een eventuele uitbreiding, dan op het ogenblik dat we personeelsleden in dienst hebben en dat er misschien wat een te hoge personeelsbezetting is, om die personeelsbezetting wat te milderen. Dat is ook vanuit menselijk oogpunt zo. Dus we gaan heel stapsgewijs die personeelsformatie invullen. En op die manier eigenlijk onze exploitatie onder controle houden. En bijsturen en aanwervingen doen, meer middelen voorzien, waar dat dan nodig zou blijken te zijn. Maar wat er bijkomend werk komt, dat weten we nu al, dat zijn die bijkomende groenoppervlaktes. En daar kijken we eigenlijk naar uitbesteding voor die extra hectaren en niet zozeer naar aanwerven van eigen personeel. Dank u wel. Paul, dit waren alle vragen wat deze doelstelling betreft. Nog niet. Maar ja, oké. Ik kan nog iets vergeten. Burgemeester, was nog iets vergeten? Ja. Dan mag u dat aan. Paul, over de selecties. Dat is een van de redenen waarom dat we eigenlijk ook voor wat betreft groen en schoonmaak zo terughoudend zijn om mensen die uit dienst treden opnieuw te vervangen. Omdat we het ons onvoldoende kunnen voorstellen wat druk dat geeft op de personeelsdienst om voortdurend selecties te organiseren. En zij hebben een selectieplan. Als je nu vraagt in 2020 wat zijn de selecties die voorzien zijn, we gaan een plan kunnen bezorgen. Maar wat we ook leren, dat is, als je over honderden personeelsleden spreekt, dat de personeelssituatie, de personeelsformatie, dat altijd een momentopname is. Ik kan u de situatie zeggen zoals het vandaag is, maar die kan volgende maand al totaal anders zijn, omdat er heel veel verloop is. Heel veel mogelijkheden ook voor personeelsleden om arbeidstijdvermindering op te nemen, mogelijkheden die daar worden geboden en die een van de voordelen zijn
van het werk in de lokale openbare dienst. Dus dat is altijd een momentopname. En het is inderdaad zo dat daar in de loop van de tijd heel wat opportuniteiten tussenkomen om bijkomende aanwervingen of bijkomende selecties te doen. En soms spelen we daar onmiddellijk op in. Maar soms geven we daar ook de mogelijkheden aan mensen intern om tijdelijk bepaalde functies waar te nemen en op die manier door te groeien. En met het bezitten van nuttige ervaring nadien aan een kort uitgestelde selectie ook zelf te kunnen deelnemen. Dat is bijvoorbeeld in bepaalde diensten vandaag het geval waar mensen die tijdelijk in een waarnemende hogere functie functioneren, dat eigenlijk naar behoren doen. En als er dan bij een korte selectie komt, dat die mensen een goede kans maken wellicht om ook in die selectie overeind te blijven. Nee. Dank u wel. Dat was er nog een vraag in verband met het klimaat, veronderstel ik, het beleidsdoel. Want het antwoord was wel duidelijk, maar toch wel heel gefocust op één categorie van werknemers over de groendienst. En eigenlijk was de vraag algemeen. En is het een algemene bezorgdheid die we hebben? Ik kan dat even goed vergelijken met wat dienst stedenbouw of dienst, om te even welke dienst, vrije tijd. Ik denk dat dat een algemene bezorgdheid is van groen die we willen naar voren brengen in het belang van de ambtenaar, maar ook in het belang van de dienstverlening. Paul, ik denk dat we daar eigenlijk hetzelfde zeggen. Alleen moeten wij rekening mee houden dat de budgettaire middelen dat die niet oneindig zijn. Nee? En vandaar dat als we ons vergelijken, en we doen dat nogal een keer, met andere gemeenten van onze omvang, wat zien we daar? Dat onze vrije tijdsdiensten, onze zachte sector, de gemeenschapsbevoegdheden, dat we daar eigenlijk goed scoren, meer dan wij te mogen zeggen, dat onze diensten ook goed bezet zijn, en dat dat in vergelijking met andere gemeenten wat minder is op onze harde sector. Nee? En dat het van dit bestuur eigenlijk toch wel de bedoeling is om als er dan wordt bijgestuurd op het leidinggevend niveau of op het middenkader, dat we daar toch vooral willen bijsturen op het vlak van de harde sectoren en dat we de status quo wat personeelsbezetting betreft willen handhaven op het vlak van de vrije tijdssector. Ik denk dat we daar niet moeten proberen om van 85 of van 90 naar 95% te gaan, dat 85 of 90 dat een uitstekende score is, maar dat we wel, en dat heeft niets te maken met de kwaliteit dat ons mensen functioneren binnen de harde sectoren, maar dat er daar door organisatorische bijsturingen, dat we daar misschien nog een hogere score, een hogere realisatiegraad kunnen halen. Maar dat heeft dan, dat wil ik toch ook wel beklemtoon, niets te maken met de mensen die er momenteel de dienst waarnemen. Dat is gewoon iets organisatorisch aan. Dank u wel. Paul, de volgende vraag. Office Eddy. Ja. 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 Dank u wel. En het laatste stukje is voor mij dan. De titel van de beleidsdoelstelling is als klimaatgezonde organisatie de kennisopbouw rond de duurzame ontwikkelingsdoelstelling, klimaatverandering en klimaatadaptatie versterken en toepassen in elk project. Ik vind de titel fantastisch, alleen vind ik de uitvoering in de teksten een beetje mager. De link met het klimaatactieplan, met dit klimaatadaptatieplan, vinden we ofwel niet ofwel zeer sumier terug. Eigenlijk zou er van deze meerjarenbeleidsplan zou eigenlijk de gelegenheid gebruik kunnen gemaakt worden om dat te koppelen aan uw klimaatactieplan of klimaatadaptatieplan. En dat is eigenlijk volgens ons veel te weinig gebeurd. Waarom is dat niet meegenomen? Schipper Roegiers. Ja, en die bedankt voor uw vraag. Wat klimaatadaptatie betreft komen deze zaken volledig voor in het stuk van ruimtelijke ordening, groenbeleid, en kunnen we volledig ons klimaatadaptatieplan zeker realiseren. Dat is er volledig aan gekoppeld. Op vlak van mitigatie kom ik terug op die wijkscans die we willen realiseren en ook ons eigen patrimonium dat we extra willen verduurzamen. Want we voorzien een budget van €450.000 per jaar. Dat is een grote hap uit ons budget. Verder willen we ook het fietsleasen verder realiseren. En het klimaat komt eigenlijk voor in alle stukken van ons beleidsplan. En je merkt ook dat het ophangen is aan de SDGs. En misschien wil mijn collega Kathleen mij dan straks nog een beetje aanvullen. Ook hetgeen dat ik weergegeven heb, we maken een windplan op. We zijn nu al zevende, we gaan daar ook verder op inzetten. Ik las wel onlangs in jullie eigen boekje dat wij zogezegd
windturbines meerekenen in ons mitigatieplan ten westen van de R4, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Je kunt dat ook zien in het kaartje dat eraan toegevoegd is aan ons mitigatieplan. Zijn die windturbines allemaal gelegen ten oosten van de R4 en hebben we maar rekening gehouden met 11 turbines, degene dat er staan, waarbij dat er eigenlijk sinds 2011 zo gezegd geen meer zouden bijkomen. Dat is de prognose waar we rekening mee gehouden hebben. Ondertussen zijn er ook al extra windturbines ondertussen vergund. Maar we willen dus een duidelijk energiekader scheppen eigenlijk, een windplan scheppen voor onze kanaalzone. Noord-Seaport zet er ook continu op in. Thermografische scans heb ik reeds toegelicht. Energieloketten, laagdrempelig, heb ik ook al toegelicht op de commissie. Ook ons GFT-afval, dat we afzonderlijk gaan ophalen, is ook een duidelijke beleidsdoelstelling op vlak van duurzaamheid. En ga zo maar verder. Allee, klimaat hangt eigenlijk volledig vast aan de verschillende zaken uit ons volledige beleidsplan. En daarover gaan we ook telkens opnieuw rapporteren naar de gemeenteraad toe. Welke realisaties dat we er juist al kunnen realiseren hebben, zodat jullie dat ook duidelijk kunnen opvolgen in het kader van ons mitigatieplan en adaptatieplan. Dank u wel. Tussenkomst, burgemeester. Ja, collega Hedy, wat ik ook nog wou zeggen tot vorig jaar, was eigenlijk duurzaamheid een deelke van ons milieubeleid, van onze milieudienst. En dat je toch ook het belang niet mocht onderschatten van het feit dat duurzaamheid nu wordt ondergebracht bij de beleidscoördinatie. En dat dat eigenlijk iets is wat over de diensten heen loopt. Dat zou ik toch ook wel een keer willen benadrukken. En voor de rest, collega's van Groen, jullie voelden inhoudelijk heel sterke oppositie. Ik wil het toch wel een keer zeggen vandaag ook. Maar wat Sven daar eigenlijk aanhaalt, en ik vond het toch een beetje kwalijk, dat je de bewering op het eerste blad nog wel, van een huis-aan-huisblad, dat je zegt, ja, maar ja, die windmolens, waar ze nu tegen aan het vechten zijn, letterlijk, aan die kant van de R4, die hebben ze meegerekend in een plan. Ik zou het toch wel sympathiek vinden dat je die feitelijk onjuistheid ook een keer recht zet. Want dat klopt absoluut niet. Goed, met deze is de boodschap gegeven. Eddy, dat komt, die rechtzetting? Nee, vraag, nee. Ja. Als hetgene staat in het plan zoals het er staat, dan klopt hetgene wat in ons boekje staat. Dus, je kunt natuurlijk beginnen, herinterpreteren van hetgene dat er staat natuurlijk, en proberen hetgene wat krom is recht te praten, maar zoals het er staat in het plan, is wel degelijk zoals het in ons boekje staat. Goed, collega's. We zijn er wat de vragen betreft, wat dit deel betreft. Dus ik leg deze zevende strategische doelstelling ter stemming voor. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? Wie onthoudt zich? Collega's, en dan kom ik naar de laatste stemming, de algemene stemming. Dus het totale meerjarenplan. Wie gaat hiermee akkoord? Want dit moeten we, na elke deelstemming moeten we dit vragen. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Ik heb telkens niet gevraagd de reden van onthouding, omdat door de tussenkomsten wel duidelijk gebleken is waar de knelpunten... Nee, dank u wel, dank u wel. Het was zeer duidelijk, dank u wel. Collega's, we zijn al aan punt 4. Goedkeuring van het meerjarenplan, deel OCMW. Patrick? Of is Kathleen? Ja, collega's. Dus zoals reeds goedgekeurd in Raad Maatschappelijk Welzijn, terug voorleggen van dit plan. Dank u wel. Het is al in de Raad besproken. Geen opmerkingen? Wie is akkoord? Niet akkoord? Wie onthoudt zich? Daar is genoteerd, secretaris. Okay. Ja. Volgende hulpverleningszone centrum, burgemeester. Christine, maar het punt is afgesloten, hoor. Ja. Ja, maar... Ik heb het niet gezien. Ja. Nog een relevante onthouding te kunnen geven. Ja, dat mag nog. Ja, dank u wel. Onze fractie onthoudt zich voor het meerjarenplan van het OCMW. Omdat we dit toch nog onvoldoende vinden om een sociale gemeente te zijn. Dank u wel. U was nog net op tijd en ik had uw hand niet gezien. Dank u wel. Kijk nog eens rond. Volgende punt. De hulpverleningszone. Collega's, dat is de goedkeuring van de dotatie aan de brandweer. Die evolueert dus naar 2,2 miljoen euro de komende jaren van onze budgettaire ruimte die we hebben.
Hier gaat het in vergelijking met wat we hebben goedgekeurd, ik denk op de gemeenteraad van oktober of november, om een minimale aanpassing, het exploitatie een beetje meer of investering een beetje minder of omgekeerd, maar dus eigenlijk binnen de krijtlijnen van die afspraken die in 2014 zijn gemaakt. Dank u wel. Opmerkingen hier? Geen. Wie gaat akkoord? Wie gaat akkoord? Ik stel de vraag nog eens. En dit is unaniem, eenparig. Ja. De politiedotatie, burgemeester. Collega's, het is daarnet eigenlijk niet besproken bij het meerjarenplan, maar een belangrijke keuze van het bestuur is toch ook om de dotatie aan de politie wat te verhogen. We gaan van een bedrag ongeveer 4 miljoen euro bijdragen op jaarbasis stijgen naar een bedrag van maximaal 4 miljoen 5 op jaarbasis met een aantal belangrijke investeringen inderdaad in ANPR en dergelijke meer. Dank u wel. Vragen hierover? Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Christine, reden van onthouding? Hoeft niet, hè? Moeten vragen. Ons reden van onthouding zal u wel ook horen bij het punt 70. Ja. Volgende punt. Retributie, de voornaamswijziging. Schepen Huisman. Ja, dank u, voorzitter. Collega's, ook dit punt is op de commissie toegelicht. Wij vragen een bijdrage, een gemeentelijke bijdrage van 140 euro voor het met een vrijstelling voor transgenders en voor mensen die een voornaam moeten toevoegen bij hun bekomen van de Belgische nationaliteit als zij hier verblijven vanuit landen zoals Tibet en Nepal. Bijvoorbeeld, graag uw goedkeuring, alstublieft. Tussenkomstig hier, Eddy. Ik zit me gewoon af te vragen, zorgt dat voor zoveel extra werk dat het tarief 140 euro moet zijn? Ik zit me gewoon die bedenking te maken. Kan zijn dat dat natuurlijk wel wat extra werk is, natuurlijk. Daar ga ik ook van uit. Maar 140 euro, van 0 naar 140 euro, lijkt mij wel een serieuze stap. Hoe zit dat precies? Schepen Huisman. Ja. Ja, dank u, voorzitter. Inderdaad, maar we hebben het naar analogie gedaan van hoe het in Brussel gebeurt. En het geeft heel wat brengt heel wat werk met zich mee. Maar het gaat ook niet over het grote aantal betrokkenen, in alle eerlijkheid. Eddy, laatste tussenkomst. Ik wacht op Filip. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. Gewoon, je verwijst naar Brussel. Ja. En dan kan ik natuurlijk verwijzen naar Gent en daar is 0 euro. Dus, Goed, collega. Fernand? Voorzitter, ik heb daar gewoon een technische vraag bij. Een ogenblik. Kan de ambtenaar weigeren van bepaalde namen aan te geven? Ja of nee? Want men gaat nu een naam vragen. Paul de Zot. Ik wil Joseph de Zot zitten. Of dat aangenomen wordt, ja of nee? Schepen Huisman. Ik weet dat er al namen geweigerd zijn. Dus ik veronderstel dat het is inderdaad zo dat een ambtenaar kan weigeren. Als het echt zeer rare situaties zijn. Voor alle duidelijkheid. Goed, collega's, dan leg ik dit ter stemming voor. Wie is akkoord met het voorstel? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Dank u wel. En we spreken af, als u een verklaring voor uw onthouding wil geven, steekt u de hand duidelijk op en dan zal ik niet te vlug gaan. Volgende agendapunt, de rijbewijs. Filip Huisman. Ja, dank u, voorzitter. Collega's, ik wil er toch even aan toevoegen. Voor de commissie had ik voor mezelf wat opzoekwerk gedaan en alle oude en nieuwe retributies naast zich geschreven. Maar op vraag van de Groenfractie en de Sterkfractie hebben wij de vraag ook overgemaakt om een overzicht te maken naar onze diensten. En onze diensten hebben het werk voor jullie gedaan, zodanig dat je toch een uitgebreide tabel terugvindt, dat je een mooi overzicht vindt. Dus ik denk dat die punten allemaal zeer vlot kunnen verlopen voor de rijbewijzen. Voor dit punt, zeer specifiek, is de bedoeling dat wij dezelfde retributie behouden als voorheen.
Tussenkomstige heer? Nee. Wie is akkoord? En dat is eenparig. Komeet, schepen de Wisplaren. Ja, collega's, hier wordt nogmaals de goedkeuring gevraagd voor een verlengde samenwerking met Komeet voor de komende jaren. Met in de wetenschap dat Maldenhem niet langer toetreedt tot Komeet. Zijn hier vragen rond? Geen vragen. Wie gaat akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Maar die vraag was niet meer nodig. De volgende punt, de gemeentebelasting. Op de personenbelasting schepen de poorten. Ja, collega's, ik verwijs jullie naar de toelichting in commissie. Dank u wel. Zijn hier vragen rond? Dan leggen we dit ter stemming voor. Wie gaat akkoord met het voorstel? Gelukt. Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Christine, motivatie? Ja, de reden van onthouding is omdat wij zien dat alle of de meeste retributies verhogen en dat dit dan toch wel deze belasting nog wel eens verlaagd mocht worden. Dank u wel. Volgende punt, de opzendteamen schepen de poorten. Ook hier verwijs ik u naar de toelichtingen in commissie. Ook hier is het reeds uitgebreid toegelicht. Vragen hier rond? Dan leggen we de stemming voor. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Ja, dank u wel. Christine? Wel, onze reden van onthouding is dezelfde als bij vorig punt. Ja. Belasting op de tweede verblijven, schepen de porter. Ik verwijs u naar de toelichting in commissie. En daarvoor dient een commissie om dat duidelijk uiteen te zetten. Nog tussenkomstig hier, Vicky? Ja, wij willen daar graag een amendement op indienen. Het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen, maar we weten eigenlijk helemaal niet over hoeveel tweede verblijven dat gaat. We weten ook niet in ons meerjarenplan hoeveel geld dat gaat opbrengen. We moeten daar nog een inventaris van opmaken. En wij vinden het een beetje raar dat mensen die de moeite doen om hun huis goed te onderhouden, dat die eigenlijk evenveel moeten betalen als iemand die zijn huis laat verkrotten. Ik begrijp ook dat het erom gaat dat mensen die bijvoorbeeld in Knokke zich domicileren, om daar minder belasting te betalen en dan hier wonen, dat dat daarvoor is. Maar dat is eigenlijk domiciliefraude en fiscale fraude. Dus eigenlijk moet dat zo op die manier aangepakt worden. En niet door daar een belasting van 1200 euro op te heffen. Maar het voorstel zou zijn van amendement dat de belasting van tweede verblijven niet gegeven wordt op mensen, dus eigenaars van een tweede verblijf in Everhem, die ook hun hoofdverblijf in Everhem hebben. Ja, dat is een aanvulling. Dat is over de juiste formulering van die amendementen komen we binnenkort samen, hè, om daar goed akkoord over te zijn. Maar goed, ik zal dit de stemming voorleggen. Wie is akkoord met het voorstel vanuit de sterkfractie? Wie is akkoord? Is niet akkoord. En wie onthoudt zich? Dank u wel. Belasting op masten en pylonen. Excuseer, ik was te vlug. Moet ik het over het oorspronkelijke voorstel stemmen natuurlijk. Dus wie is akkoord met het voorstel vanuit het college? Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? Nu onthoudt zich natuurlijk een omgekeerde stemming, wat logisch is. Nu zijn we wel aan de masten en de pylonen. Schepen de... Christine, hij mocht dat nog formuleren. Hè? Ja, want hetzelfde als daarnet. Dank u wel, voorzitter. Wij onthouden ons onder andere ook om de reden van dat er geen verschil gemaakt wordt voor pylonen voor groene energie. Uiteraard. Dat is gekoppeld aan u. Ja.
Maar wacht, zeg nog een keer, Christine. Ik dacht dat je het zei over die inwoners. Ja. Maar we gaan dat noteren. We gaan dat noteren. Dat is tijd gespaard voor straks. Ja. De pilonen, de pilonen. Schepen, de porten. De pilonen. Ik verwijs u naar de toelichting in commissie. Mogen we er al over stemmen? Nee. Eddy? Als we kijken naar wat het reglement ervoor was, wat nu eigenlijk is en wat het gaat worden, is er één belangrijke wijziging. En dat is namelijk dat constructies die groene stroom produceren, dat die dus er niet van tussen gehaald worden, wat dat bij de huidige situatie wel het geval is. Dus ons amendement is dan ook om een artikel 2 bis of zo bij te voegen, waarin dat gewoon staat, constructies die dienen voor productie van de windenergie of andere groene stroom, zijn vrijgesteld van deze belasting. Dus het terug invoeren van die formulering, zoals het oorspronkelijk of nu nog staat in dat reglement. Ik kijk naar het antwoord van de schepen. Of geen antwoord? Jan? Ja, voorzitter. Ik zou ook een amendement willen indienen. Wacht, een minuutje. Nee. Maar het gaat jij gewikkeld worden, hè? Minuutje. Jan? Ja? Ja, het moest toch eentje hebben vandaag, ja. We gaan kritisch luisteren, ja. Het is eigenlijk naar aanleiding... Ik was niet op de commissie, ik was verhinderd. Maar het is eigenlijk... Naar aanleiding van een opmerking van onze collega's van Groen. En wij zouden in artikel 1, 2 en 3 20 meter willen veranderen naar 30 meter. En in artikel 4, dus het bedrag, de belasting wordt vastgesteld, zouden we van de eerste zin willen maken op 1500 euro per jaar per dragende verticale constructie, piloon en of zendmast. En we zouden de tweede zin schrappen. Dat gaat over eigenaars zonder commerciële doeleinden. Ja. Kathleen? Ja, ik wil ook graag verwijzen naar de commissie, waar ik de vraag gesteld heb aan en Lucas ging mij daar een antwoord op geven. Dat het voor ons niet duidelijk was wat commercieel was. Is een coöperatieve, een commerciële uitbating of niet commercieel? Wat met burgerparticipatie in bijvoorbeeld windmolens? Is dat dan een commercieel gegeven of een niet-commercieel gegeven? Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. En dat was wel beloofd. Schip aan de meers. Kathleen, ja, naar aanleiding van die opmerking heb ik toen ook gezegd dat dat eigenlijk een terechte opmerking is. En de amendement van Jan dient eigenlijk om dat reglement verder dicht te spijkeren in die zin dat we nagekeken hebben welke masten, pilonen, welke verticaal dragende constructies vandaag belast worden tegen het niet-commercieel tarief. En dan leek het ons nuttiger om de minimale hoogte op te trekken, zodat eigenlijk die dan een niet-commercieel tarief hebben. Dat gaat over 1 amateurradio en 1 schuttersmast, hè. Als we het optrekken, vallen die gewoon weg. Dan leek het ons gewoon ook nuttiger om gewoon de 20 meter naar 30 meter te brengen en het differentieel tarief gewoon te laten vallen, zoals dat bij de meeste gemeenten het geval is. Dus er komt maar 1 tarief en alles over commercieel of niet commercieel gaat niet onderhevig zijn aan beoordeling. Wel, het gevolg van het amendement, mocht dat worden goedgekeurd, is eigenlijk dat we ons niet meer gaan afvragen of dat commercieel of niet commercieel is. Het is een verticaal dragende constructie, hoger dan 30 meter. Dus de belasting zal van toepassing zijn. Voilà. Goed, Fernand. Madame Brandt-Laurentaatse-Marley. Ik wil het toch eens meegeven. Van mij moet je die belasting voor u met 10%, maar het zijn wij die dat betalen, hè. Die mannen van die pilonen rekenen dat toch aan de cliënt. Hè? En de dienst die in de elektriek gebruikt van op die piloon, die krijgt die facturen. Hè? Dus als genomen wij hier omhoog aan het doen zijn, en ze noemen zak dat ze zitten. Oké? Okay? Ja, collega's. Ik probeer een beetje samen te vatten. 2 amendementen vanuit de Groenfractie of overroelt de amendement vanuit eentje? Maar ja, maar sorry. Er zijn 2 amendementen, 1 vanuit de Groenfractie en 1 vanuit Jan.
De klek. Ja. CD&V-fractie, hè? Jan, de CD&V bij monden van Jan. Hè? Dus ik leg. Of overroelt dat dit? Nee. Oké. Dus het. Herhaal nog eens het amendement. Ja, tuurlijk. Wou duidelijkheid. Eddie, herhaal nog eens je amendement. Ja, een artikel toevoegen. Constructies die dienen voor productie van windenergie of andere groene stroom zijn vrijgesteld van deze belasting. Collega's, ik leg dit amendement ter stemming voor. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Dank u wel. Dus dit amendement is niet aanvaard. We gaan nu naar het amendement ingediend vanuit de CD&V-fractie bij monde van Jan. Dus in artikel 1 wordt er eenmaal 20 meter vervangen door 30 meter. In artikel 2 staat dat tweemaal, dus 20 naar 30 meter. In artikel 3 eenmaal een wijziging van 20 naar 30 meter. En artikel 4, de eerste, dus de belasting wordt vastgesteld op €1500 per jaar per dragende verticale constructie, pyloon en of zendmast. En dat is het. Oké, dat is duidelijk. Dat is een tekstwijziging en aanpassing van concrete zaken. Wie gaat akkoord met dit voorstel van amendement? Is akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Collega's, en dan voor de vorm lijkt nog het geamendeerde tekst voor. Wie is akkoord met de geamendeerde tekst, de goedgekeurde geamendeerde tekst? Wie is akkoord? Want de rest blijft staan. Oké, is niet akkoord. En wie onthoudt zich? Dank u wel. Gemeentebelasting op het niet plaatsen van parkeerplaatsen. Schepen Roegiers. Ja, ik heb dit punt toegelicht op de commissie. Vragen hier rond? Wie gaat akkoord met het voorstel vanuit het college? Wie is akkoord? Niet akkoord? Wie onthoudt zich? Dank u wel. Gemeentebelasting op onbebouwde kavels, Sven. Ja, ook dit punt heb ik toegelicht op de commissie. Ja, dank u wel. Dat is duidelijk. Vragen hier rond? Dan leggen we dit ter stemming. Is akkoord? Sorry, is akkoord? Hij mocht nog een vraag stellen, maar je moet ja, op dat knopje duwen. Hè. Ja. Het gaat rap, hè. En de belasting op onbebouwde kavels. Vroeger was dat om mensen te stimuleren om hun bouwgrond op de markt te brengen. Maar nu willen we in de gemeente zoveel mogelijk open ruimte bewaren. Is dat wel slim om een belasting te heffen op een kavel waarvan we eigenlijk wel willen hebben dan ze blijven liggen? Allee, dat is maar een vraag. Hè. Ja, en die vraag zal Sven beantwoorden. Ja, ik wil er nadruk op leggen dat we ook alle vrijstellingen behouden, waardoor er eigenlijk al heel wat kavels uitgesloten zijn van deze belasting. Het is inderdaad zo dat we de bevolkingsgroei in onze gemeente willen afremmen en daardoor verwijderen we ook geen vrijstellingen en voeren we de belasting ook niet op. Dank u wel. En nu ga ik terug de vraag stellen. Wie is akkoord met dit voorstel vanuit het college? Is akkoord? Niet akkoord? En wie onthoudt zich? Dank u wel. Belasting, begraafplaatsen komen nu. Ja, Sven? Ja. Op de commissie had ik mij een beetje verkeerd uitgedrukt en mijn diensten hebben mij erop gewezen. Dus daarom lees ik even dit tekstje voor. Een inwoner van Everhem wordt altijd gratis begraven. Dus een inwoner van Everhem moet geen €500 betalen. Zelfs iemand die niet in Everhem woont en overlijdt op ons grondgebied, bijvoorbeeld door een ongeval, wordt hier gratis begraven. Het gaat hier enkel over personen die op het moment van overlijden niet in Everhem wonen. De algemene regel is €500 voor personen die hier minimum 10 jaar woonden. En €1500 voor personen die hier nooit of minder dan 10 jaar woonden. Als de overledene rechtstreeks van een adres in Everhem naar een rust- en verzorgingstehuis buiten Everhem vertrekt, dus zonder tussenadres, valt deze weg.
Dus 0 euro en ook geen 500 euro. Dus 0 euro voor iemand dat eigenlijk zonder tussenadres naar het rust- en verzorgingstehuis gaat. Ja, bedankt voor deze verduidelijking. Mevrouw Van Heijften. Het gaat om mensen die niet wettelijk gezien op ons grondgebied wonen, maar toch zeer dichtbij aanleunen en ook het meeste gedeelte van hun activiteiten op ons grondgebied doen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de mensen in Stuivenbergstraat op Aertvelde, waar aan de ene kant van de straat Aertvelde is, de andere kant van de straat is Oosteeklo. Dus als die mensen komen te sterven, die wonen eigenlijk op Aertvelde, ook al administratief wonen ze in Oosteeklo, moeten die 1500 euro betalen om zich te laten begraven op Aertvelde. Denk dan aan de mensen van Terdonk bijvoorbeeld. Allee, Terdonk, dat is nu toch al redelijk ver van Gent. Die mensen wonen eigenlijk op Doornzeel. Die brengen daar ook een groot gedeelte van hun activiteiten door. Ik denk dan ook aan de mensen op Teeksken in Lovendegem. Is dat nu, ik heb ook technisch zitten denken aan een amendement, hoe dat je dat zou kunnen inkleden, maar is het niet mogelijk om voor die mensen toch ook een uitzondering te voorzien dat die hoge kosten niet moeten betalen om begraven te worden op een gemeente waar dan ze eigenlijk woonden. Schipper Rogiers. Ja, we gaan in ieder geval geen grondgebied bijverwerven. Dus ja, het reglement is zoals het is. 1500 euro voor alle anderen. Eddie. Ja, wij kunnen begrijpen dat je zo'n belasting hebt. We hebben er vroeger ook mee gestemd. Maar de verhoging is wel een serieuze lap bij. Hè. Dus van iets van een 800 euro naar 1500 euro is toch wel een serieuze verhoging. Hoe kunnen we dat argumenteren? Schipper Rogiers. Ja, dus voor het begraven van niet-inwoner wordt een tarief van 995 aangerekend. Ja, het stijgt eigenlijk van 495 naar 500 euro. Dus ja, dat is 5 euro bij. En voor iemand die minder dan 10 jaar in Evrem gewoond heeft, ja, van 995 naar 1500 euro. Oké, collega's. De feiten zijn meegegeven. Ik leg dit de stemming voor. U gaat akkoord met dit voorstel. U is niet akkoord. En u onthoudt zich. Dank u. Ontgravingen, Sven Rogiers. Ja, dit punt heb ik toegelicht op de commissie. Zijn hier vragen over? Wie is akkoord? Niet akkoord? Wie onthoudt zich? Goed, dan kunnen we al een blad omdraaien. Elektronische identiteitsdocumenten, Schepen Huisman. Ja, dank u voorzitter. Ik wil toch even alluderen op de opmerking van collega De Wisplaren van daarnet. Het is zo dat specifiek de retributies die wij nu aanpassen voor burgerzaken, dat 15 jaar geleden is dat er een aanpassing gebeurd is. En voor de rest verwijs ik naar de overzichtelijke lijsten naar de commissie van dit punt. Graag uw goedkeuring, alstublieft. Tussenkomsten. De stemming. Het waren geen verhogingen, hè, dan? Nee, voor zes jaar. Goed, dat is verduidelijkt. Wie is akkoord? Wie is niet akkoord? Wie onthoudt zich? Dank u wel. Verblijftitels voor vreemdelingen. Schepen Huisman. Ook hier verwijs ik naar het overzicht dat meegegeven is en de toelichting in de commissie, alstublieft. Tussenkomsten. Wie gaat akkoord? Wie is niet akkoord? En wie onthoudt zich? Dank u wel. Belgische paspoorten, Filip. Zelfde opmerking als daarnet, voorzitter. Dan graag uw goedkeuring. Geen opmerkingen. Wie keurt dit goed?
Wie is niet akkoord? Wie onthoudt zich? Rijbewijs in bankkaartmodel. Filip? Ja, ook hier blijft de prijs gelijk en verwijs ik naar de lijst. Voorzitter, graag uw goedkeuring alsjeblieft. Wie is akkoord? Niet akkoord? Wie onthoudt zich? Collega's, als het op deze wijze voortgaat, zullen we toch nog op een deftig uur thuis zijn. Dus,